locatie waar we hier bij elkaar zijn, de Panteuil van de Servaas. Normaal gesproken wordt de aanbieding van de publications gecombineerd met de Habertslezing. Ter Zegers heeft dat vorig jaar meegemaakt, maar dat is dus niet het geval. Het is dus een bijzondere plek, ook vanwege bijzondere omstandigheden, maar misschien ook wel een heel passende plaats vanwege de bijdrage die Regis heeft geschreven over Sint-Servaas. En we zullen daar straks nog een paar woorden extra over horen. Het is voor mij ook de laatste keer dat ik als redactievoorzitter die aanbieding mag doen. En ik heb het redactionele voorwoord mogen schrijven. En ik wil u terugnemen, of meenemen moet ik eigenlijk zeggen, in de toekomst, naar het jaar 2045. Dan zijn we 25 jaar verder. En dan wordt het 180ste deel van de publications wordt dan aangeboden. En dat zal een themanummer zijn, gewijd aan 2020, het coronajaar. En u ziet dan dat we dan nog wel ons met de contemporaine geschiedenis zullen bezighouden. En dat zal ongetwijfeld dan ook de rol van het RGOG in aan de orde komen. In ieder geval, we zijn blij dat het hier dan nu in deze bijzondere locatie, in dit selecte gezelschap, dat nieuwe deel van de publications kan worden aangeboden. Het is een zeer gevarieerd, ik zal het even laten zien, het is een mooie omslag, het is prachtig uitgevoerd. Ook vooral dankzij de hulp van onze onverprezen secretaris die daar veel werk in heeft gestoken. Met deze onze hartelijke dank daarvoor. Dit gezegd zijnde wil ik er nu overgaan tot de aanbieding van de twee eerste exemplaren. En dat wil ik doen aan Dick Doutzenberg en aan de vicevoorzitter. Heren, mag ik u beiden verzoeken naar voren te komen en u beiden tegelijkertijd het nieuwe exemplaar. Dames en heren, we hebben alles gehad met Servaas. Er zijn er zelfs die zich afgevraagd hebben of Sint-Servaas wel bestaan had. Tot die conclusie zouden we al snel komen als we in de Limburger het 2-pagina groot artikel lezen onder de kop Twijfel aan het bestaan van Sint-Servaas. Maar u moet niet alles geloven wat in de krant staat, dus gaan we er maar vanuit dat Sint-Servaas bestaan heeft. In het artikel ga ik mij inderdaad, zoals Pater Münsters zegt, beperken tot wat historisch vaststaat. Vandaar ook de titel van mijn bijdrage, De historische Servaasjes, met als ondertitel Stand van Zaken. Want ik heb niet de pretentie het laatste woord geschreven te hebben, met name omdat op archeologisch gebied er een immense terra incognita nog voor ons ligt. De vraag die nu naar boven komt is natuurlijk, is de Servaasjes van de later bekend geworden teksten dezelfde als die van de geschriften van Gregorius van Tours? Of waren er twee Servaasen? Ik ga u niet verklappen wat mijn conclusie is, want dan gaat u mijn artikel niet lezen. Wel wil ik nog even terugkomen op het laatste deel van mijn bijdrage, de archeologie. We hebben ondertussen alle teksten betreffende Servaasjes wel gelezen, herlezen, becommentarieerd, herbecommentarieerd. Dat er nog onbekende teksten over Servaas uit de late oudheid en de vroege middeleeuwen ontdekt worden, lijkt uitgesloten, maar je weet nooit. De archeologie daarentegen heeft sinds enkele tientallen jaren spectaculaire nieuwe mogelijkheden geopend. C14, datering, DNA enzovoort. En archeologen kunnen nu, wat ze 50 jaar geleden nog niet konden, bepalen of bepaalde beenderen van één en dezelfde persoon zijn. Ik wil dus eindigen met een vurig pleidooi voor een goed voorbereid, goed omschreven onderzoek naar de archeologie van
Servatius. Wij zijn dus nog niet klaar met Servaas. Ik heb gezegd. Beste mensen, beste vrienden van LGUG. Het is mij een eer als waarnemend voorzitter om na de nodige maanden van gedwongen stilzitten door de corona, om inderdaad vandaag hier de eerste gebeurtenis waarbij we blijven, zij het een beperkt aantal mensen bij elkaar zijn, om even het woord te mogen voeren. Jullie kennen misschien allemaal het radioprogramma OVT op zondagmorgen. En OVT, dat staat voor onvoltooid verleden tijd. En ik denk dat de publicatie een heel mooi voorbeeld is van onvoltooid verleden tijd. We zijn dus inderdaad al toe aan de 155e editie. En Jacques heeft juist al aangegeven dat hij hoopt dat zeker de 180ste ook nog zal verschijnen. Ik hoop dat ook, maar ik heb dat niet meer in de hand, zal ik maar zeggen. Ja. Jacques luistert en luistert en luistert. En als hij wat zegt, dan is dat niet zomaar wat, maar dan is daar over nagedacht en snijdt dat uit. Jacques, geweldig. De publicatie. Daar ga jij nu afscheid van nemen. Dat heb je alweer de nodige jaren gedaan. Maar ik heb gezien dat het niet de eerste keer is dat je afscheid hebt genomen van de publicatie. Dus ik zou zeggen, voor de toekomst, als jij wil dat ook dan nog een 180ste editie verschijnt, ik zou zeggen, kom nog een keer terug. Je bent van groot belang geweest binnen LGUG, want niet alleen de publicatie heb je gedaan. Je bent natuurlijk begonnen in de eigen kring Horst. Ik moet even spieken, dat moet je niet kwalijk nemen, dat wist ik niet. Je bent ook penningmeester geweest van de sectie Monumenten. Dat wist ik niet. Ja, en zelfs een hele, hele lange periode, 10 jaar. Je bent voorzitter geweest van de kring Maastricht. Je bent lid geweest van de excursiecommissie en dat allemaal gedurende lange periodes. En beste mensen, deze laatste 3 functies deed hij tegelijkertijd. Kom dan nu nog eens om. Wie doet dat nou? Jullie zullen begrijpen dat ik me niet kan voorstellen dat Jacques na dit afscheid als voorzitter van de redactiecommissie, dat je ermee gaat ophouden. Ik ben ervan overtuigd dat we hem nog regelmatig links en rechts zullen terugzien. Als de analen mij niet bedriegen, is Jacques sinds 2015 aan het meedraaien binnen onze redactie. En inderdaad, niet de eerste keer als voorzitter en als opvolger van Paul Tummers. En Jacques, dames en heren, die was en die is er altijd. Volgens mij heeft hij niet 1 vergadering gemist. En dat is voor het soepel draaien van een redactie natuurlijk enorm belangrijk. Bovendien heeft hij ook altijd, het is al gezegd eerder vandaag, Frank, altijd wat zinnigs in te brengen. Heel bedachtzaam. En waar hebben we het dan over? Dan hebben we het, denk ik, over de rijke en diepe kennis van het Limburgse bronnenlandschap, die hij als rijksarchivaris en gepromoveerd rechtshistoricus, ik noem je dan toch maar een historicus, heeft. Als mede een knap staaltje historisch verstaan van de dynamische en complexe contouren waarbinnen feiten en gebeurtenissen uit het verleden van onze provincie, onze streek, geplaatst moeten worden. Lees bijvoorbeeld de recensie van Jacques in de huidige publicatie en dan weet u gelijk waar we het over hebben. Verder leidde hij met de nodige nuchterheid en humor de redactievergaderingen en dat is een combinatie, althans zeker in Nijmegen kan ik u verzekeren, die zeldzaam is. Laten we eerst vieren, dames en heren, dat er vandaag onder jouw leiding weer een nieuw jaarboek is verschenen. Een nieuwe lood aan een hele oude en mooie boom. En ik denk een boom waar we als genootschap heel trots, gepast trots op mogen zijn. Jacques, bedankt. En ik zou zeggen, laten we inderdaad het glas gaan heffen. Want daar is het toch echt tijd voor. Dank. Merci.